bezoekers van Weerstation de Arend een goede dag. Ja, ik moest even mijn camera omdraaien, want anders sta ik vreselijk. Dat ik niet hier bijna wegwaai. Want er staat een behoorlijk portie wind. U ziet, er staat een hoop wind. Maar, u ziet, er zijn ook plekken waar geen sneeuwwind zijn. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oh, kijk, als ik dat heel goed zie, wordt hier gewilligerd. En als ik het heel goed zie, is dat niet. Kijk eens! De emmer was met. Nou, nee. Dag. Maar nee, het schuift. Nou, dat schuiven. Dat schuiven? Oh, dat schuift helemaal niks. Dat doe ik gewoon voor mijn lol. Dat doe ik voor de anderen. Kijk, weet je wat het probleem is? Er komt zoveel tuig in de S. Dat iedereen die gaat er maar gewoon over. En niemand die is wat voor een ander doet, hè. Dus ik mag, weet je, ik bouw een schuif. En ga ik schuiven. En weet je, ik heb al net geschoold. Schuift, jongen. Schuift links en rechts. En maar schuiven. Maar, ja. Ja, ik heb inderdaad op heel glad ijs geschaard. Oh, dat is prachtig, hoor. Het is het laatste kleine stukje wat ik hier aan het doen ben. Maar hier daar verderop die plassen, helemaal glad. Dat heb je mooi voor elkaar, Hagenees. Oh, graag gedaan. Graag gedaan, hoor. Ik dacht, hij gaat me nog iets van de vraag stellen, maar... Ik sta hier werkelijk met... Ik denk dat ik een diepte interview, dan komt er ook die website van. Maar hij wil diepte interview, moeilijk. Vrijwilligheid. Fan. Ja, kijk, mensen denken al dat wij in Den Haag alleen maar graaien. Maar dat is niet zo, hoor. We hebben ook hertje voor een hertje, zonder hertje, zullen we maar zeggen. Nou, en alle mensen die hier schaatsen, of het nou Ankeveder zijn, of mensen uit Maastricht of Antwerpen of waar dan ook, zij genieten van jouw werk. Nou, laten dat is hartstikke mooi. Laten we er nog maar eens even naar gaan kijken, want het is echt fantastisch. Moet je nou eens kijken wat die Hagenees allemaal heeft geschoven. Tot in het verre.